Wat Paulus dan zegt, die volger van Jezus is, ga niet voor die aardse medaille, die gouden medaille. Ga niet voor die aardse prijs, maar ga voor die hemelse prijs. Ik ben Kenny en ik doe een straatevangelisatie. Vroeger was ik een heel verlegen jongetje. Ik denk als ik terugkijk naar hoe ik was, was ik heel vaak met mijn Gameboy was ik in een kamertje te vinden, gewoon op mijn slaapkamer. Of als we op vakantie gingen, was ik daar op de kamer was ik aan het eigenlijk spelletjes aan het spelen. En dat trok zich in zekere zin door, ook toen ik christen werd. Toen, ja, op een gegeven moment ga je natuurlijk je geloof ook willen delen met andere mensen. Je gaat er gesprek over hebben. En als ik op straat liep, dan heb ik heel vaak het idee dat ik mensen wil aanspreken, maar toch komt die angst voor mensen weer omhoog. En achteraf baal ik daar ook van. Maar dat was ook mijn vraag van, wat is dan belangrijker? Is het belangrijk om inderdaad dan naar God te luisteren en met de mensen te delen of te luisteren naar die angst die je dan op dat moment hebt? En dat is dan afgelopen jaar is dat voor mij helemaal zo van op zijn kop gegaan. Op een gegeven moment ging ik bidden voor iets. Ik vroeg aan God van, wilt u alsjeblieft hier doorheen werken? En dan kunnen mensen zien dat u het bent, maar niet ik. En op een gegeven moment zei God dat dan ook van, als je iets aan me vraagt, wil je me dan ook gehoorzamen? Ik ben christen en ik zeg Jezus te willen volgen. Maar wil ik hem daadwerkelijk dan ook volgen als hij iets terug aan mij vraagt? En ik had kort daarna had ik een gesprek met iemand. En we hadden het over evangeliseren. En op een gegeven moment stelde hij ook voor van, hey, zullen we gewoon naar Antwerpen gaan? En ik merkte op dat moment dat iets in me zei van, je moet daar naartoe gaan, want dat gaat ook dingen veranderen. Dus ik heb ook op dat moment eigenlijk meteen ja gezegd. Normaal ga ik heel lang zoeken, maar op dit moment was het gewoon een hele, heel simpel ja eigenlijk wat ik op dat moment moest geven. Dus ik heb ook gedaan en dan gingen we een maandje later gingen we naar Antwerpen ook om daar te evangeliseren. En dat was een hele toffe tijd. Ik heb daar heel veel geleerd om het zo te zeggen. Op een gegeven moment had ik een gesprek met een paar mensen. En ik merkte ook achteraf van, hey, als ik dat hier kan, in mijn eentje, in een vreemde omgeving, waar het spannend is, kan ik het ook gewoon in Nederland, in mijn eigen buurt, gaan doen. Op een gegeven moment ben ik terug uit Antwerpen gekomen en ik ben gaan evangeliseren een paar keer. Gewoon mensen aanspreken en op een gegeven moment ging het een stapje verder en vroeg God van, ik wil dat je naar Arnhem gaat op het drukste punt, een soort van een kruising, om daar te gaan staan en hardop te gaan spreken. Dus niet alleen maar met mensen zo praten, maar echt hardop te gaan spreken. En dat was een hele stap. Ik heb daar 20 minuten gestaan voordat ik daadwerkelijk ging spreken. En ik stond daar soort van heel erg, gewoon na te denken, niet durven. Soort van al die muurtjes waar ik het eerst over had, die kwamen weer omhoog. En op een gegeven moment, het is alsof je soort van in een film zit, in slow motion. Bap, je stapt uit, je beweegt in één keer en er komen klanken uit je mond. En op dat moment toen dat gebeurde, voelde ik alsof er een hele last van me afviel. Het ding is dit, als in Jezus leven is, wat is er dan buiten hem? Dood. Als hem in hem het leven is, als hij de enige weg is, is het belangrijk om die weg te volgen. Hij zal jou niet dwingen. Je moet niet gaan denken dat hij een dictator is. Maar wat hij doet is dit, hij strekt jou die hand uit. En hij wacht op jou, keer op keer op keer. Hoe erg je hem ook bespuwt, hoe erg je Jezus ook de grond instampt, hij blijft dit doen. Ook naar jullie twee blijft hij dit doen. Ik merkte dat doordat ik gehoorzaam aan God was in dit ene ding, namelijk dat evangeliseren, dat er ook deuren werden geopend in andere dingen. Maar ik merk gewoon een heel in mijn leven dat er veel meer openingen komen. En niet alleen maar op straat, maar ook gewoon in gesprekken met je vrienden of met familie of met mensen die dichtbij je staan. Om daar ook te denken van, hey, ik kan er inderdaad bang van worden om over bepaalde dingen te gaan spreken. Maar als dit is wat God van me vraagt, dan wil ik daar graag eigenlijk weer aan gehoorzamen. Wat je ook hebt meegemaakt in jouw leven, hij blijft constant met die hand staan. Het liefst wilde je gewoon helemaal vastpakken en meenemen. Eigenlijk heel simpel, je doet wat God van je vraagt. En dat voelde, voelde gewoon heerlijk. Omdat je niet meer er tegenaan zit te schoppen. Dus gewoon je doet wat hij van je vraagt. En dit was hetgeen wat hij van mij vroeg. En daar dus op dat drukste punt, met allemaal mensen die heen en weer lopen, ging gewoon hardop spreken. En dat smaakte ook naar meer. Vandaar dat ik het ook vaker ben gaan doen.